De organisatie NACS bestaat op 4 mei 1970, 4 mei 70 jaar. In verband hiermee heeft zij vanmorgen een persconferentie gehouden om het programma van de viering te delen met de samenleving. De voorzitter van NACS, Siegmien Staport, zegt dat in dit jubileumjaar enkele activiteiten georganiseerd zullen worden. In verband met de viering op 4 mei hebben wij een programma gemaakt. In deze maand hebben we 2 activiteiten. We starten morgen met de launch van een Anissa, 27 jaar in NACS. En die Anissa wordt in de omgeving van Spanhoek gelaunched morgen. We hopen in elk geval met deze launch de Anissa dicht bij de Surinaamse mensen te brengen. En we hopen natuurlijk dat rond 4 mei zoveel mogelijk mensen die ons bezoeken, maar ook, ook de mensen die niet komen naar de viering, een Anissa van ons op hebben. Verder hebben we deze maand op 29 april een activiteit die wij noemen Memory Ding. U weet, als je 70 jaar bestaat, dan raak je onderweg een aantal NACS'ers kwijt. En het is altijd spijtig als mensen ons verlaten op deze wereld. Maar we voelen het als onze plicht om stil te staan bij het goede werk dat deze Brada Nangasisa hebben verricht binnen NACS. Het is de bedoeling om alle aandacht aan ze te besteden en ze te memoreren op een speciale, plechtige en culturele manier, zoals wij het bij NACS gewend zijn. Op 4 mei is de grote dag. Dan gaan we echt onze jaardag vieren. En speciaal voor die gelegenheid hebben wij gepland om een documentatiecentrum open te stellen. Het wordt het documentatiecentrum voor de Afro-Surinaamse cultuur. Dat is dus Siegmien Staport, voorzitter van NACS. Ze sprak vanmorgen tijdens de persconferentie die de organisatie heeft gehouden in verband met haar 70-jarig bestaan en wel op 4 mei. De jubileumactiviteiten gaan morgen van start met de launch van de NACS Anissa te Spanhoek.